komt de volgende tussentijd aan en die luidt 1.18.1. Zo gaan ze de laatste kilometer in. Grietje een halve lengte voorsprong nu op Ismaël Dupré, die nog wel steeds de controle heeft. Daarachter aan de buitenkant volgt Golden Green heel makkelijk. Daarachter aan de relingzijde Floris van Egmond. En zo gaan ze de Z-turfbocht in. Ismaël Dupré aan de binnenkant komt nu weer ietsje terug. Grietje aan de buitenkant daarnaast. Daarachter Floris van Egmond, die straks moet gaan hopen op een gaatje. Daarvoor is het nu nog wat te vroeg. Golden Green ligt vierde. Vijfde plek aan de relingzijde voor ET door Viel. Zesde aan de buitenkant is Imoco Deu. Zeven aan de relingzijde Ichiro Okina. En achtste in het tweede spoor is Hernandi de Godrel. Achterstand voor Gavin Griff. Nu gaat het tempo wel omhoog. Grietje zet nu wel serieus druk. En de tussentijd is 16-8. Gaan op weg naar de laatste bocht. Ismaël Dupré aan de binnenkant. Grietje aan de buitenzijde. Daarachter gaat makkelijk mee Golden Green aan de buitenkant. Daar gaan de proppen nu uit. Staan erachter aan de relingzijde. Volgt Floris van Egmond met nog heel veel over. En die gaat zo een gaatje krijgen. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En daar is het gaatje voor Floris. Floris kan naar het derde spoor. Daar heeft hij wel even tijd voor nodig. En Ismaël Dupré verdedigt nog altijd de leiding. Ismaël Dupré in de laatste rechte lijn. Bakker trekt nu aan een touwtje. En dat was het proppentouwtje. Kijken of daar een versnelling op komt. Uitgeschakeld. Paarden van Grietje. Nummer 3 galop. Floris van Egmond gaat naar de tweede plaats. ET door Viel komt nu ook vrij, maar Ismaël Dupré 13 achter de laatste 500 meter. Go baby, go go go. Hij wint hem, Ismaël Dupré. Floris van Egmond 2, ET door Viel 3 en 4 dus Ichiro Okina. 16-3 voor de winnaar. Winnaars zijn geworden paard nummer 4 Ismaël Dupré en Robin Bakker. En ze gingen rond in een kilometertijd van 1.16.3. Ismaël Dupré is een 5-jarige bruine ruin van Powerjet uit Adidjadora. Gefokt in Frankrijk en eigendom van de Spangrahoeven. Die praten bij met hun winnende rijder Robin Bakker. En trainer is Bas Krebas. Tweede werd paard nummer 7, Floris van Egmond. Derde de 5, ET Dorviel. Vierde de 1, Ishiro Okina. En vijfde de 8, Golden Green. 4, 7, 5, 1, 8 is officieel in koers 2 de Prix Uragami. En het is alweer de derde overwinning op rij van Ismaël Dupré. Waarvan twee keer nu met Robin Bakker. Robin, gefeliciteerd. Mooi gecontroleerd. Ja, zeker. Ging goed. Onderweg werd je onder druk gezet. Maakt dat je tactiek nog anders? Nou, nee, kijk, ET Deauville is heel snel van start af en die wil positie, die wil graag een rug. Dus die liet ik even rijden en toen mocht ik de kop overnemen. Het was alleen even Jan Thijs, die had geen positie. Dus die reed naar voren en ik zeg, ik wil je wel laten gaan, maar dan even wisselen. En dan los je dat goed op zo. En ik kon mooi dicteren en hij maakte sterk af. Absoluut, een echt winterpaard. Ja, het paard is, ik heb in de vorige winter ook wat mee gewonnen. En het baantje is mooi zacht nu en hij loopt zonder ijzers. Dus ik denk dat hij de hele winter door kan. Perfect, super Robin, gefeliciteerd. Dank je. Mooie zegen van Robin Bakker en hij krijgt de bloemen na zijn winst met Ismaël Dupré hier in de Prix Uragami. Een paard dat in 2014 een finale in de Silver Challenge wist te winnen. En Ismaël Dupré die heeft heel wat punten erbij gekregen in de trotteur van zijn Silver Challenge. En dat is belangrijk. Voor de klassementen, voor de naderende finales, waarover later meer in de studio. We gaan de foto's maken met de Spangrahoeven, trotse eigenarengroep rondom Ismaël Dupré. Eigenarengroep die trouw verbonden is aan de stal van Bas Krebas en samen ook veel werk verzetten in de training. En altijd een neusje hebben voor goede trotteur Français. Waaronder deze Ismaël Dupré, die inmiddels al meer dan 25.000 euro winst om heeft. Dames en heren, geef ze een applaus. Robin Bakker wint die met Ismaël Dupré.
start is gevallen. Daar komt het duel om de leiding. Midden van de baan E.T. Dorville die goed weg is. Aan de binnenkant Ichiro Okina. Daarachter ligt de favoriet Ismaël Dupré. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Daar heeft E.T. Dorville de leiding. Aan de buitenkant komt Ismaël Dupré al heel hard naar voren. Achter hem aan gaat mee naar voren Floris van Egmond. Die wil ook graag een positie aan de reling. Daarvoor zal hij even door moeten rijden. Net als de favoriet die nu de leiding overneemt. Ismaël Dupré gaat naar de kop. En komt als eerste de rechterlijn voor de tribune in. Daar komt al de aanval van Floris van Egmond. En Floris die mag van Bakker even overnemen. Waarna Bakker waarschijnlijk zelf de leiding weer terugkrijgt van Floris. We zijn geen voorspellers, maar het gaat waarschijnlijk wel zo gebeuren. Bakker gaat al een half spoortje naar buiten. Opening is 1-12-1. Paarden komen voor de tribune langs. Floris van Egmond wordt teruggenomen. Komt Ismaël Dupré weer aan. Daarachter E.T. Dorville die bovenop Bakker loopt. En ook niet een beetje. Daarachter loopt daar weer bovenop Ichiro Okina. En de rest van het veld zit vooral aan de buitenkant waar ze progressie maken. Grietje is onderweg naar voren. Daar komt ook naar voren op dit moment het startnummer 8 Golden Green. En achter Golden Green aan gaat mee naar voren Imoko Deu. Tweede spoor kan dus aardig wat progressie boeken. Daarachter ligt aan de relingzijde nog Hernandi de Godrel. Paarden gaan de rechterlijn overzijde nu in. En nu heeft de favoriet de koers redelijk onder controle. Alhoewel er wat druk komt aan de buitenkant. Ismaël Dupré komt onder druk te staan van Grietje. Grietje stampt door. Het gaat 19-9. Dan kun je ook een beetje gas geven, want het gaat niet al te hard. Paarden gaan op weg naar de volgende bocht. Derde plek aan de relingzijde is voor Floris van Egmond. Toch weer een mooi plekje gevonden. Daarnaast ligt in het tweede spoor Golden Green. En achter Golden Green is Imoko Deu onderweg. Daarachter aan de relingzijde E.T. Dorville. Ook aan de relingzijde Ichiro Okina. Buitenkant daarnaast volgt dan het nummer 9 van Hernandi de Godrel. En op weg naar aansluiting is Gavin Griff. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. Status quo op dit moment. De beide heren aan kop maken het elkaar niet lastig. Grietje heeft iets voorsprong op Ismaël Dupré. Maar tempo ligt erg laag. Beide rijders vinden dat prima. Komt de volgende tussentijd aan en die luidt 1:18:01. Zo gaan ze de laatste kilometer in. Grietje een halve lengte voorsprong nu op Ismaël Dupré. Die nog wel steeds de controle heeft. Daarachter aan de buitenkant volgt Golden Green heel makkelijk. Daarachter aan de relingzijde Floris van Egmond. En zo gaan ze de Z-turfbocht in. Ismaël Dupré aan de binnenkant komt nu weer ietsje terug. Grietje aan de buitenkant daarnaast. Daarachter Floris van Egmond die straks moet gaan hopen op een gaatje. Daarvoor is het nu nog wat te vroeg. Golden Green ligt vierde. Vijfde plek aan de relingzijde voor E.T. Dorville. Zesde aan de buitenkant is Imoko Deu. Zeven aan de relingzijde Ichiro Okina. En achtste in het tweede spoor is Hernandi de Godrel. Achterstand voor Gavin Griff. Nu gaat het tempo wel omhoog. Grietje zet nu wel serieus druk. Een tussentijd is 16-8. Gaan op weg naar de laatste bocht. Ismaël Dupré aan de binnenkant. Grietje aan de buitenzijde. Daarachter gaat makkelijk mee Golden Green aan de buitenkant. Daar gaan de proppen nu uit. Staan erachter aan de relingzijde. Volgt Floris van Egmond met nog heel veel over. En die gaat zo een gaatje krijgen. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En daar is het gaatje voor Floris. Floris kan naar het derde spoor. Daar heeft hij wel even tijd voor nodig. En Ismaël Dupré verdedigt nog altijd de leiding. Ismaël Dupré in de laatste rechte lijn. Bakker trekt nu aan een touwtje. En dat was het proppentouwtje. Kijk of daar een versnelling op komt. Galopade van Grietje. Nummer 3 galop. Floris van Egmond gaat naar de tweede plaats. E.T. Dorville komt nu ook vrij, maar Ismaël Dupré, 13 achterlaatste 500 meter. Go baby, go, go, go. Hij wint hem, Ismaël Dupré, Floris van Egmond 2, E.T. Dorville 3 en 4 dus Ichiro Okina. 16-3 voor de winnaar.